Hey mensen, daar ben ik, de recreant. Nou, zoals de meeste mensen weten, ben ik 24 oktober voor mijn hartritmestoornis geholpen. Volgens de ablatiemethode. En daarna heb ik 4 weken rust gehouden. En ben ik heel langzaam aan weer begonnen met hardlopen. Hele kleine stapjes. Want die tellen ook. Nou, vandaag heb ik een holterkastje aangemeten gekregen. Eerst een hartfilmpje gemaakt. En daarna de plakkers op het lichaam. En een holterkastje eraan vastgemaakt. Met de nodige bekabeling. Eerst een warm-up draaien en daarna ga ik een rustige duurloop doen van 9 kilometer met daarin een paar versnellingen zodat mijn hart een beetje gaat werken en dan hoop ik dat ze niks vinden natuurlijk, maar dan kunnen ze wel mooi de nasleep zien van mijn duurloop de hele tijd dat ik dit kastje nog moet dragen. Maar nu eerst een stukje warming up. Zo mensen, warming up, wat rek en strek en wat losmaakoefeningen en dan ga ik zo beginnen met mijn rustige stukje duurloop, ik denk een kilometer of 3 rond de 6:20 lopen, dan een beetje versnellen, nog wat versnellen en dan weer langzaam afzakken naar de 6 plus en dan hebben we een mooie piek in mijn looprondje. Maar nu gaan we lekker lopen. En onderweg zien we plaatjes. Het is prachtig mooi weer. Zonnetje schijnt. Het lijkt wel op het voorjaar. Gaan we. Thank you.
even een klokje aanzetten voor de registratie. Dan weet ik hoe hard ik loop en waar ik ongeveer zit. Allebei op 6,3 over de kilometer. Dus die derde wil ik dat ook een beetje zo houden. Dan ga ik iets versnellen, een kilometer. En dan ga ik nog een kilometer versnellen. Dan zak ik ietsjes af. En dan ga ik weer terug naar de 6 minuut over de kilometer. Tenminste, dat is de planning. Weer mooi aangelijnd, het kabeltje hangt er mooi bij. Ook zoals jullie zien, loop ik in een van mijn nieuwe shirts met sponsor erop van de Lopers Company en mijn eigen naam, De Recreant. Zoals menigeen mij kan vinden op mijn YouTube kanaal. Instagram. Zes drie gemiddeld. Super. De versnellingen gingen super. Het is gewoon gelukt. 5:20 en 4:41. Daarna weer 5:20 en nu net 6,2. En dan ga ik nog 2 kilometer zo volhouden. En dan rustig uitdribbelen naar wandelen. En dan zit mijn ideetje wat ik in mijn hoofd had. Dat zit erop. En is gelukt. En dan de rest van de dag gewoon mijn dingen doen. Het kastje registreert alles. Mijn logboek bijhouden. En dan horen we de 24 januari word ik gebeld met uitslag of bijzonderheden. En nu nog even lekker uitdribbelen op een 6,62 de kilometer. Zo mensen, dit was mijn 9 kilometer. Opgedeeld in de eerste 3 kilometer rustig aan, dan 1 kilometer versnellen en nog een kilometer versnellen en dan weer een kilometer afzakken en weer 3 kilometer rustig aan. En dat ging prima. Nou ja, helemaal aangelijnd, allemaal bedrading mee en om. En ja, ik hoop dat het allemaal een beetje goed geregistreerd is. En dat ze aan het einde van de dag een goed beeld hebben wat er zoal overdag in mijn en met mijn hart gebeurt. En we hopen natuurlijk het positiefste, dat de ingreep
destijds gelukt is. Ja, afwachten. Mensen, ik wens jullie een fijne dag. En tot een andere keer.